Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sligro Assen. Goedendag en van harte welkom hier in de bibliotheek in Assen. Vandaag een hele culinaire aflevering van dit programma. En we zouden het daarom ook wel bijna kokende taal kunnen noemen. Want ja, wat zijn ze populair. Al die tv-programma's met topkoks daarin. Al die boeken over koken van bekende en minder bekende koks. En ja, wat ziet het er allemaal makkelijk uit, hè, om dit soort hapjes te maken. Maar ja, is dat eigenlijk ook wel zo? Ik ga er vanmiddag over praten met mijn gasten aan tafel. Maar ik praat natuurlijk ook over hun eigen werk. En over welke schrijvers zij het warm krijgen. Een van de eerste boeken die ze schreef gaat over eten. Nooit meer slank. Maar intussen heeft ze heel veel boeken en verhalen op haar naam staan. Ze schreef ook tv-series en is columniste Marianne Berk. Koken is zijn passie, maar erover praten, dat doet hij ook heel erg graag. Restauranthouder in Assen en chef-kok Jaap Braaksma. En om te overleven heeft de mens 4 sterke driften. Ademen, vechten, voortplanten en doorslikken. Naast al zijn andere boeken schreef hij onder andere De Keukenprins. Ronald Giphart. Mijn vrouw kookt alles, maar ik schrijf er wel heel veel over, waardoor iedereen denkt dat ik vaak in de keuken sta. Maar ik sta eigenlijk nooit in de keuken. Nee, maar er komt wel vakjargon uit. Als ik jou hier zo bezig hoor, dan... Ik weet niet of dat is om een beetje indruk te maken, maar dan lukt het wel. Ook, ja. Nee, maar ik lees wel veel kookboeken. Kijk. Ronald Giphart, ja, leest veel kookboeken, maar wat is je favoriete gerecht? Favoriete gerecht is gevulde koolbladeren. Wat gaat erin? Je neemt worstjes, daar haal je het worstenvlees uit, aanmaken met paneermeel, andere lekkere kruiden. En dan koolbladeren blancheren, oprollen, parmezaanse kaas erover, in de oven. Heerlijk. Klinkt goed. Hoe vaak maak je het klaar? Het staat zelfs in mijn boek, ja. Ja. Hoe vaak maak je het klaar? Nou, ik kook bijna nooit. Mijn vrouw en mijn kinderen, die maken dit. Ik denk dat we dit wel 1 keer per maand... eten. En mijn kinderen zijn inmiddels dat ze dit zelf kunnen maken. En mijn zoon heeft, toen hij heel jong was, mocht hij op de lagere school... Moest hij zijn favoriete gerecht opgeven. En toen gaf hij ook dit gerecht. Kijk, dus. Nou, goed overgegeven in ieder geval. We gaan straks verder met elkaar praten. Welkom bij Kokende Taal. Marianne Berk, welkom. Ja, hallo. Fijn dat u er bent. Ik noem even een kleine opsomming. U was verpleegster, actrice. Gediplomeerd. Gediplomeerd, ja. Presentatrice, schrijfster, ook nog steeds. Ja. Niet alleen van boeken en verhalen, maar ook van columns en series voor Radio TV geschreven. Wat heeft u niet gedaan nog in uw leven? Ja, u denkt, dat zou ik heel graag willen. Oh, eigenlijk zou ik het liefste jazzpianist zijn. Oh, echt? Ja. Echt waar. Er is een zangeres, Blossom Dearie, met zo'n muizenstem, net als ik. Ja, dat was eigenlijk wat ik het allerliefste wilde. Maar ik heb wel veel gezongen voor mijn brood, maar ik was meer een diseuse à voix. Maar zit het er nog in, een carrière in de jazz? Dat dacht ik niet. Nee, toch maar niet meer? Ik dans 's nachts nogal eens, alleen. Ah. Ja, dat is ook heel goed voor je souplesse, ja. Nou, u blijft er jong bij in ieder geval. Nou, zou ik niet willen zeggen. Nou. Nee, je wordt er juist heel oud van. Oh, word je er heel oud van? Nou, dat is ook ik goed. Ben 81, dus in mijn 82ste levensjaar. En van de week zei iemand tegen mij, god, zie je er goed uit. Je lijkt wel 70. Ik dacht, nou zeg, daar zit ik ook niet op te wachten.
Dat ziet u niet als een compliment. Nee. We hadden het net al even over al die kookboeken. Het is ook een beetje de rode draad van dit programma. Een van de eerste boeken die u heeft geschreven, dat is een bezuinigingskookboek. Ja, dat is het smerigste kookboek ooit. Oh, echt? Want het was de vorige crisis. Ja. En Jeroen Krabbé en ik leerden elkaar kennen tijdens onze eerste Nederlandse soap, De Fabriek. En wij vielen dodelijk op elkaar. Niet fysiek, maar wel oraal. Als wij elkaar zagen, begonnen we meteen over eten te praten. En na 14 dagen repeteren kwamen we tot de conclusie dat we absoluut een kookboek moesten schrijven. Maar niet een gewoon kookboek. Het was de periode dat de culinaire wereld ongelooflijk weinig op je bord wist te krijgen. En wij wilden dus een bezuinigingskookboek met het oog op die crisis. Maar het is een vies boek, zegt u. Nou ja, het ging voornamelijk over gehakt en restjes. Maar wel wat we zelf aten, vooral. Okay. En ik heb daar, maar u zou er nu geen gerechten meer uit maken? Jawel. Oh, toch wel. Ja, het is een klassiek kookboek geworden. Ja. Ik moet nog, er zijn 4 uitgevers hebben het weer opnieuw gedrukt. En de eerste druk had een hele goede, helaas overleden fotograaf Philip Mechanicus. Had een fantastische cover gemaakt met de duurste groenten en soorten fruit van wat wij in Amsterdam de juwelier noemen. Daar poseerden Jeroen en ik in. En is het echt zeiden, bezuinigen dan? Nee, mensen riepen, hoezo bezuinigen? Maar we hebben daar een week van gegeten. Kijk, dat is wel weer goed. Het zou een herdruk nog waard zijn in deze nieuwe crisistijd. Er zijn vele herdrukken geweest, maar op een gegeven moment houdt dat op. Ja, toch wel? Ja. Niet nog een herdruk voor deze crisis? Nee. Dat wordt toch tegenwoordig allemaal ietsje geraffineerder gedaan dan wat wij toen klatsten. Ja. Klatsten, geweldig. Ja, ik had wel 5 kinderen, daar aten vaak 5 kinderen mee. En dan heb je van die kazernehappen, hè? Want snel ik klaar. Moest ook altijd 's avonds werken, dus in die tijd speelde ik nog. Dus pannen, macaroni of rijst en dan zo'n prut. Maar ze zijn wel groot geworden. Ja, en oud ook al. Nou, daarom. Ja. Helemaal goed gekomen. Weg van de kookboek, u heeft natuurlijk van alles en nog wat geschreven. Het laatste boek, u had het net al even gepakt. Ja. Bedverhalen. Bedvrienden. Niet bedverhalen. Bedvrienden met verhalen over erotiek. Ja, ik ben blij dat u dat zo noemt. Want in het begin riep iedereen, oh, dat is bejaardenseks. En dan moest ik al uitleggen, seks is een ding. Daar gaat het ook niet over. Hmm. En bejaard ben ik, dat klopt. Maar erotiek is toch iets anders dan seks. Seks is het vullen van gaten. En erotiek speelt voornamelijk af tussen je oren. Daar komt toch heel veel fantasie bij kijken. Kijk, ja. Wat voor verhalen staan erin? Nou, het is de oogst van 30 jaar fictie. Want het was het thema van de boekenweek was vriendschap. En een van de redacteuren van de uitgeverij kreeg de opdracht om te zien wat ik in al die jaren over vriendschap had geschreven. En die werd zwaar gedeprimeerd. Ze zegt, ze schrijft helemaal niet over vriendschap. En toen had ik een schoondochter en die zei, waarom doe je niet alle erotische episodes uit die boeken? Dan noem je het bedvrienden. Ik heb het ook aan haar opgedragen. Nou, dat vonden ze ook wel leuk. Prachtige cover. Schilderij van Toulouse-Lautrec. Zo heel kuis, hè? Je ziet niet wat ze doen. Ze hebben zwaar hun handen onder de dekens. Het is netjes. Het is suggestief. Ja. En dat is ook eigenlijk wat ik bedoel daarmee. Er zit een briefje tussen. Er is één verhaal. Ja. Mag dat? Ja, zeker. Graag zelfs. Even een klein slokje water. Het is, het heet The Answer is Blowing in the Wind. En dat is een zin uit een liedje van Bob Dylan, die ook al stokoud is en helemaal terug van weg geweest. Had ze een badkamer of een douche? Een bad en een douche. In één vertrek? Ja, de douche in de hoek. Stilte. De vrouw lag met gesloten ogen lang uit op het grote bed. De man strikte zijn das voor de spiegel. Was het fysiek te gek? Te gek. Stilte. Was het Body and Soul? Dat is een liedje. Natuurlijk weet ik dat, maar je weet best wat ik bedoel. Het was fysiek. En te gek? En te gek. De vrouw kwam nu half overeind. Ze keek naar de man die zichzelf bekeek, zijn haar iets te lang van achteren. We moeten weg. Hij hielp haar in haar jas. Ze gaven laatste instructies aan kinderen over honden uitlaten en vuilnis buiten zetten. Zij zetten de telefoon op het antwoordapparaat. De kinderen haatten het om boodschappen op te schrijven, vergaten altijd de helft. Ze vertrokken per auto. Het idee was geanimeerd, iedereen was in beste stemming. Zoals gewoonlijk aten en dronken ze te veel. Om 1 uur lagen ze in bed. De man had zich net omgedraaid om te gaan slapen.
was ze mooi. Op een bepaalde manier. Hij schoot uit zijn duizeligheid wakker. Maar ze had toch lelijke benen en spataderen? Ja, dat was het enige waaraan ik me wel eens ergerde. En ze had geen borsten, weinig, maar dat weet je toch allemaal. Mag ik nou gaan slapen? In haar borstkas woedde de veenbrand. Alles was uitgesproken, uitgeplozen, behandeld, doorgenomen. Van alle kanten beroken, besnuffeld, herkoud. Het zou nu over moeten zijn. Het was vergeven, uitgehuild, goed gemaakt. Hij had zijn keus gemaakt. Alle vragen waren beantwoord. Hij hield van haar. Hield hij van haar? De veenbrand woedde ondergronds verder. Soms leek het vuur geheel gedoofd, geblust. Alleen zwart geblakerde plekken verrieden de schade die was aangericht. Daar zou voorlopig niets willen groeien. Maar later, ja, later zou juist daar wilderig groen opschieten. As was immers net zo goed als mest. Stop. De vragen. Hé, jammer van de grap. Die is zo leuk. Echt waar? Ja, ik denk dat mensen thuis gewoon lekker zelf moeten lezen dan. Nou ja, het is... ja, we houden de spanning er nog even een beetje in. Dat is dus uw laatste boek. Maar u bent ook bezig met een nieuw boek weer. Ja. Wat eind dit jaar uitkomt. Hopen we. Madonna-kindje. Het is het moeilijkste wat ik ooit heb geschreven. Ja, het is een soort biografie over Catharina van Rennes. Ik noem het een biografische schets over Catharina van Rennes. Ja. Die een beetje in mijn kop is blijven hangen door haar tophit, Madonna-kindje. Er zijn vast mensen onder jullie die zich dat nog wel herinneren, hoewel steeds minder. En dat werd beroemd gemaakt, mag wel zeggen wereldberoemd in Nederland, door Jo Vincent. En mijn moeder zong het ook, met de ondergedoken Joodse dames. En als kind hoorde ik dat liggend in bed aan en dat is me altijd bijgebleven. En dat is zo blijven haken dat ik op een gegeven moment mijn nieuwsgierigheid maar eens achterna ben gegaan. Ik heb twee mannen die thuis zijn in de muziekarchieven bereid gevonden om voor mij de research te doen. Want ik ben geen historica en dat is toch vakwerk. Mm-hmm. En die hebben ontzettend veel materiaal over haar boven water gebracht. En het allerleukste is, er werd altijd gezegd, nee, ze was van de damesliefde, nee, toch ook niet. Ja, ze had een donker geheim, maar dat was niet duidelijk. Er was sprake van 7 brieven. En er werd alleen maar over gezegd dat de toon in die brieven langzaam maar zeker veranderde en verder deed iedereen daar het zwijgen toe. En die twee oude mannen, ik noem ze jongens, want in mijn optiek zijn het jongens van in de 60. Dat is heel jong, nietwaar. Die zijn wat rondgekropen en die hebben die 7 brieven boven water gebracht. En inderdaad, er is een geheim. Kijk. En dat komt dus in mijn boek eindelijk naar buiten. We gaan het lezen. Hartelijk dank dat u hier was. Marjan Berk. Schrijver en ACO literatuurprijswinnaar Marcel Meuring heeft kritiek op die nieuwe stijl van bibliotheken. Wat ik heel goed vind is dat ze meegegaan zijn, zeg maar, met name in de digitale ontwikkelingen. Wat ik niet begrijp is waarom je in een bibliotheek zou moeten kunnen gamen en waarom er wedstrijdjes, appontwikkeling worden georganiseerd en kookcursussen en dat soort dingen. Het is toch geen buurthuis of een wijkcentrum. Zometeen te gast in het gezelligste buurthuis van Drenthe, hier bij Kolkende Taal. Marcel Meuring. Acht kookboeken heeft hij al op zijn naam staan en heeft ook meegewerkt aan verschillende tv-programma's. Ik heb het over Ramon Beuk en onze eigen culinair expert Jetse Dam, die zocht hem op. Oh, Diana, heb je dat nou ook wel eens, dat je voor je keukenkasten staat en dan even niet weet wat nou vanavond weer op tafel te zetten? En dat je dan uiteindelijk bij een of andere fastfoodketen terechtkomt? Nou, komt bij mij regelmatig voor, zie je misschien ook wel. Maar eigenlijk dat probleem hoeft helemaal niet te bestaan. Want in de bibliotheek, daar kun je iedere dag terecht voor een enorm uitgebreide collectie aan kookboeken. Zodat je iedere keer weer weet wat 's avonds op tafel te zetten. Een van die schrijvers van die kookboeken is Ramon Beuk. Hij is al vanaf jonge leeftijd helemaal gefascineerd door koken. Heeft diverse kookboeken geschreven. En vandaag op weg naar Maarsen, waar hij zijn restaurant voor een maand heeft. En Ramon Beuk gaat ons vertellen hoe hij aan zijn ideeën komt. Hey, een goedemiddag, Ramon Beuk. Jetsedam. Goedemiddag. Een restaurant voor een maand.
ben je hiermee bezig? Wat houdt dat precies in? Nou, ik zou zeggen, we zijn in voorbereiding, want het is vandaag de eerste dag van de nieuwe week. We zijn in voorbereiding, dus de tafels zijn nog niet gedekt, maar de keuken is volop bezig. Dus kom lekker mee. Ga kijken, ja? Leuk. Wat heel belangrijk is, is van mensen zitten ook gewoon in de keuken, eigenlijk. Het is dan één grote open keuken, wat betekent dat mijn keuken niet alleen open is, maar ook interactief is. Je kunt ook in mijn keuken stappen en meedoen met de koks. Oké, je mag zelf mee koken. Nou, koken zal ik het niet noemen. Je mag meedoen met het maken van bordjes. Ja. En elk bord heeft toch wel 10, 12, 13, 14 componenten. En dan is het toch gewoon leuk voor de mensen om te zien hoe zo'n bord tot stand komt. En dat ze daar zelf aan mee kunnen helpen met de bordjes bouwen. Koken, dat is jouw passie. Van jongs af aan. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Nou, dat kwam bij mij op het moment dat ik mijn moeder in de keuken stond en zag wat zij deed. Dat zij eten maakte, dat bij de mensen op tafel legde en mensen blij maakte. Dat was voor mij iets wat ik dacht van, dat wil ik ook kunnen. Je legt graag dingen uit. Je maakt kookboeken. Je laat graag zien aan het publiek wat je doet en wat je maakt. Nou, laat ik vooropstellen dat ik het meeste van mensen hou, zeg maar. En het leuk vind om mensen te vermaken met iets van mij. Eten heb ik omarmd. Ik begrijp het. Ik kan het toepassen. Het is van mij. Dus ik kan er makkelijk over praten. Heb jij auteurs die jij bewondert? Nou ja, er zijn wel een aantal hele mooie kookboeken. En bijvoorbeeld het boek van Peter Gilmore. Quay, vind ik, is een Australische kok. Dat is ook een erg mooi boek om doorheen te bladeren. Maar ook om zijn idee over eten koken te voelen. En dat spat gewoon van elke bladzijde af. Dat vind ik een heel mooi boek. Natuurlijk moet ik het boek van Noma noemen. Dat is jarenlang was dat nummer 1 restaurant van de wereld. En als zodra je dat leest, maar ook dieper ingaat op zijn gedachtegang over eten en zijn manier van koken. Ja, dan kom je als kok denk ik echt op een gevoel uit dat je denkt van ja, dit is gaaf, dit is mooi. Dat vind ik leuk. De boeken door Ramon Beuk gelezen en aangeprezen. Ga ze lezen. En de boeken van Ramon Beuk die zijn natuurlijk ook terug te vinden hier in de bibliotheek in Assen. De Asserband Asman. Ze zijn wereldberoemd in Drenthe en omstreken. Ze weten op het podium een feestje te bouwen met heerlijke uptempo nummers, maar ze kunnen ook zeker een hele gevoelige snaar raken. Ze zijn hier vanmiddag live in Kolkende Taal in een speciale kleine bezetting. Uw applaus voor Asman. Ik heb net genoeg gehad. Ik zit te wachten aan een tafel, maar op wie? Maar dat komt vanzelf wel. Ik weet alleen niet hoe. Ik had zoveel willen zeggen, maar ik kwam er nooit aan toe. Ik had het bijna voor elkaar. Ik had het bijna voor elkaar. En ik weet niet waar ik het zoeken moet. Rodostad, ik heb net te veel gehad. Ik vraag een jongen aan de bar of ik hem ken, of het gezellig is. Hier alleen, wil je nog wat drinken? Want we gaan toch nergens heen. Ik had het bijna voor elkaar. Ik had het bijna voor elkaar. En ik weet niet waar ik het zoeken moet. Dat je mij niet meer verwacht. En daarom drink ik nu de hele nacht op jou.
Asman met Bijna voor elkaar. Inmiddels aan tafel Jaap Braaksma, kok in Assen en eigenaar van restaurant Bij Jaap. Van harte welkom. Is koken je leven? Ja. Ja? Manier van leven. Manier van leven. Ja, al 32 jaar lang. Toen stond je voor het eerst in de keuken of toen heb je je beroep ervan gemaakt? Dat was de eerste keer. 16 jaar was ik. En zo zijn we begonnen, zoals heel veel koks. Wat was je eerste gerechtje? Garnalen met knoflook mayonaise. Oh, dat zal niet voor de meesten het eerste gerechtje zijn wat ze klaarmaken in de keuken, inderdaad, denk ik. Klopt. Ja, dus dat zat er al vroeg in eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Het is een passie. En een wens ook om een eigen restaurant te hebben? Altijd geweest. Jaren bezig geweest om het van de grond af te krijgen. En sinds 2,5 jaar bestieren wij het restaurant Bij Jaap. Waarom is het zo leuk? Een stukje entertainment met eten. Het is een beleving. Ja, god, je moet het voelen gewoon. Eten is gewoon voelen en proeven en experimenteren uiteraard ook. Ja, nu zijn er heel veel kookprogramma's op tv. Ze schijnen steeds populairder te worden. Met paddenstoelen schieten ze uit de grond bijna, zou je kunnen zeggen. Allemaal kookboeken. Nou, de kast daar, die staat er vol mee. Ze liggen hier op tafel. Heb je daar iets mee? Kookprogramma's is wel een aantal zijn wel een afspiegeling van de realiteit. Een aantal ook wat minder. Maar het helpt de horeca. Mensen krijgen een stukje meer begrip ook voor de keuken. Wat er moet gebeuren om een gerecht voor elkaar te krijgen. Dus ja, ik ben wel blij met die kookprogramma's. Ja, toch wel? Ja. Die 24 Kitchen of de Gordon Ramsay's en dat soort dingen. Ja, leuk om te zien. Zit je er zelf wel eens voor? Jawel, als we laat thuis komen dan. Er is niks meer op televisie dan. Hè? Nee, maar het is leuk, het is een heel leuk programma. En, leer je dan nog wat van? Ja, wel, soms leuke items. Ja, dat leren we er wel van. Ja, en maar ook niet echt gerechten die je overneemt of ideeën opdoet? Of nee, dat niet. Want hoe kom je aan je ideeën? Hoe maak jij je gerechten? Uiteraard zijn we als jonge koks allemaal begonnen met kookboeken lezen. En onze voorbeelden, in mijn tijd was dat Kaspijkers, John Sistermans, Kees Helder en Wolf Engel. Dat waren de grootheden in mijn tijd. En die heb ik, die boeken heb ik nog grijs gelezen, maar die heb ik nog steeds keurig in kaft allemaal. Dat zijn wel. En daar heb ik wel heel veel ideeën op gedaan. Ja. Zo heb je jezelf wel helpen te ontwikkelen. En samen met mijn team in de keuken, dan zijn we gewoon aan het stoeien met producten. En zo komen we tot een gerecht. Ja. Die boeken die staan bij jou thuis prominent in de kast tussen allerlei andere kookboeken? Ja. Hoeveel heb je er? Rond de 100, denk ik. 150. En ook allemaal gelezen? Nee, daar kom je nooit. Nee, in de horeca kom je daar niet aan toe. Ze zijn ook leuk voor de heb. Ja, nee, maar er zijn een aantal die heb. Dat zijn wel je basiskookboeken en die je dan waardeert. En, maar er zijn natuurlijk ook kookboekjes die je krijgt. Die staan er keurig tussen. Ja. Ja. Je zegt het een beetje alsof je denkt van ja, wat moet ik met dit boek? Ja, nou, Koken uit magnetrons bijvoorbeeld. Ja, dat is wel een keer leuk om te experimenteren. En dan maak je sponscakejes en dat soort dingen. Dus dat zijn wel heel leuke. Ja. Maar daar blijft het dan ook bij. Mensen doen jou vaak geen plezier als ze met een kookboek aankomen. Ja, wel, vind ik heel leuk. Wel. Ja, vind ik heel leuk. Ja. Ook om, meneer Gippard zijn boek, het is ook een dagboek met hele mooie recepturen erbij. Leuk om te lezen gewoon. Dat is gewoon de Keukenprins? Staat die al in de kast? Nee, die staat nog niet in de kast. Mm. Nee, ja, sorry. Nou, vanmiddag nog gelegenheid om te kopen, geloof ik. Ik heb connecties met de boek. Ja, precies. Maar moet een kookboek aan iets voldoen? Wil jij het een goed kookboek vinden? De fotografie moet kloppen, de verhaal erbij en de achterliggende gedachte ook van een gerecht. Dat moeten we allemaal wel duidelijk in vermeld staan. Waarom is dat zo belangrijk?
Ja, het heeft altijd een reden waarom je iets maakt of waarom iets mislukt of waarom iets waarom je gerecht bij elkaar probeert te passen. Dat, dus die achterliggende gedachte, dat vind ik heel erg belangrijk. Ja. Staan die kookboeken ook in de keuken, in je restaurant? Ja, wel in het restaurant. Daar heb ik een aantal kookboeken vanuit mijn huis heb ik daar neergezet. Mm-hmm. En, maar kan in de keuken niet, want dat wordt dan, als je met wat vettere handen er doorheen komt, dan is het over en sluiten met nee, maar zijn ze uit den boze ook uit principe? Of, nee, absoluut dat niet. Dat maakt verder niet uit? Nee. Soms kun je het hele leuke kookboek kun je hele leuke items halen en die kun je zelf toepassen in je eigen gerecht. Het wiel opnieuw uitvinden hoeft ook niet. Nee. Maar vind je zelf veel wielen uit, om het zo maar even te zeggen? Ja, dat is bijna. Er zijn koks, waaronder El Bulli, die heeft een restaurant dichtbij Barcelona gehad. En die hebben een experimenterend fase hebben ze erin van 5 maanden of 6 maanden op jaarbasis. En 6 maanden zijn ze open. Dat kunnen wij als klein bedrijf kunnen we ons dat nooit voorloven. Nee. Dus je hebt dat soort kookboeken misschien wel nodig om juist. Daarom zeg ik, het wiel hoeft niet opnieuw uit te vinden. Nee. We hebben gevraagd om een kookboek uit te zoeken en daar ook een gerechtje uit te zoeken. Je hebt gekozen voor dit kookboek van Heston Bloementaal. Ja, heeft de Fat Duck in prachtige Engeland. Prachtige naam voor een restaurant, de Fat Duck. Ja, het beste restaurant van Engeland. Ja, dat denk ik nog steeds, ja. Dat denk Waarom ik is hij zo bijzonder? Hij is experimenteel. Hij probeert ook allerlei dingen uit. Het gerechtje wat ik nu zo meteen ook maak, dat verwachten mensen meestal niet bij het product wat ik doe. Dus ja, dat vind ik altijd wel leuk om te zien. Nou, het gerechtje staat hier, maar ik ruik het ook al. Ik ruik vis, het staat daar. Zullen we even kijken wat we ervan kunnen maken? Doen we. Want wat is het? Het zijn coquilles en Jacques. Dat is een schelpdier. Ja. Daar heb ik tataar van gemaakt met een klein beetje limoen. En arbequena olijfolie. Daarbij een gebakken coquille en erop haringkaviaar. In het boek staat het echte kaviaar. Maar het moet ook een beetje thuis te maken zijn. Dit is gewoon prijstechnisch. Gewoon een kaviaar is niet te betalen. Dit is interessanter. Laat ik het zo zeggen. Ja. Het is bijna af. Er moet nog iets aan gebeuren. Ik zal er even een sausje bij maken en dan zal ik het even. Ga je gang, we gaan herrie maken. Ja, een klein beetje. Kijk uit voor de spetters. Ja, nee, het valt mee. Valt mee. Maar hoeveel voorbereiding kost het om dit dan al klaar te hebben? Dit is ongeveer voor ons in de keuken 10 minuutjes. Oh. Dus valt mee. En als ik het in de keuken moet maken? Ja, ik weet niet hoe jouw kookstijl is. Ander programma. Ja. Maar wat is dit voor sausje? Dit wat gaat er overheen? Van witte chocola. Dat is namelijk het experimentele in het boek. Normaal mensen die normale gerechten is meestal met noyer praal, met beurre blanc of kreeften of coquillesaus. Mm-hmm. Maar dit is dus met witte chocola en daarom is het experimenteel. Daar vind ik het leuk. Nou, maar het is niet zo zoet als mensen verwachten. Oké, ik ben heel benieuwd. Het ziet er in ieder geval prachtig uit. Dat is ook het meest belangrijke ook voor jou, dat het er toonbaar uitziet. Het visuele is natuurlijk ook zeer belangrijk momenteel. Omdat dankzij die kookprogramma's is dat gegroeid. En mensen willen ook plaatjes zien. Maar bovenaan, de smaak moet goed zijn. Nou, het ziet er prachtig uit. Wij gaan even verder aan tafel. Jaap, heb je ooit zelf gedacht van ik ga een kookboek schrijven? Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedacht. Nee. Nogmaals, omdat er gaat veel tijd, energie en ook uiteraard financiën gaan erin zitten. Mm-hmm. En momenteel is het zoveel kookboeken zijn er. Dat je moet je wel heel erg onderscheiden, je eigen kookstijl hebben om toch het te verkopen uiteindelijk. Want dat is de achterliggende gedachte. Ja. Vind je het ook altijd spannend wat mensen van je dingen vinden? Ja. Het is altijd onze beleving kan heel goed zijn, maar als de beleving van de gast niet goed is, dan alsnog dan heb je een verkeerd gerecht. Nou, ze zitten heerlijk te smikkelen. Smaakt het? Ja. Ja. Of durven jullie nu niks anders te zeggen? Nee, het is heerlijk. Ja. En het is ook inderdaad niet zoet, die chocola. Het is een mooie botsing tussen verschillende stijlen. Het is echt mooi. Beetje limoen, die olijfolie. Heerlijk. Ja, het is een beetje asociaal dat wij hier met z'n... Ik zeg geniet er nog even van. Ja, Braaksma, maar heel veel succes met je restaurant en dank voor je komst hier naar de studio. Dankjewel. Dankjewel. Hij vindt het maar niks dat bibliotheken kookworkshops geven. Want dat is namelijk niet de core business. Maar ja, gelukkig kan hij zelf wel vlijmscherp schrijven. En is hij toch naar de uitzending van vandaag gekomen. Topschrijver van Nederland en onze vaste columnist Marcel Meuring.
Koud is de burgemeester van Assen opgestapt wegens rothumeur of er verdwijnt een wethouder die een boordje van €1,35 vergat af te rekenen. Assen is een pool van zonde en bederf geworden. Bij mij in Rotterdam gebeurt helemaal niets. Het is maanden geleden dat er voor het laatst een lijk in de straat is gevonden. En de politie is al heel erg lang niet bij het Tarsbordeel van een paar deuren verderop geweest. In Assen rijgen de schandalen zich aaneen. Ik kijk er niet van op als Dominique Strauss-Kahn binnenkort aan de Dr. Nassau-laan gaat wonen. Of als Edward Snowden asiel krijgt in Kloosterveen. Ondertussen ben ik cultureel ambassadeur geworden van Assen. Het is een functie die ik nederig heb aanvaard, maar dat was wel voordat de schandalen losbarsten en de stad zich in een euforische glijvlucht richting morele afgrond stortte. Ooit hoorde je maar één keer per jaar iets over Assen, als die 10 nacht uit de hand was gelopen. Maar die is inmiddels meer een libellendag on wheels. Die TT is zo getemd dat de bezoekers volgend jaar giftbags krijgen met een zakje potpourri, handgemaakte zeepjes van Janneke Brinkman en een ambachtelijk boerenkaasje van twee mannen die in hun vorig leven burgemeester en wethouder van Assen waren en zich nu op biologisch dynamische zuivel hebben gestort. Misschien is het een teken van de tijd dat de opwinding tegenwoordig daar is waar je die niet verwacht. Op de televisie is de werkelijkheid gescript. De politiek wint zich alleen nog op in praatprogramma's. En als er weer nieuwe bezuinigingen komen, lijkt het wel alsof iedereen haastig op zoek gaat naar manieren om die uit te voeren. We zijn een gezeggelijk, weliswaar mopperend, maar toch ontzettend gemakzuchtig landje geworden. En dan hoef je er niet meer van op te kijken dat de meest intellectuele krant van Nederland, waarvoor ik ook wel eens schrijf, de nieuwe Dan Brown 5 sterren geeft. En de week daarop de nieuwe Helene van Rooyen ook. Wat jammer dat Nel Benschop niet meer leeft. Het wordt allemaal samengevat in het de treurig makende overzicht dat criticus Arnold Heumakers afgelopen vrijdag gaf van de stand van zaken in de Nederlandse literatuur. Ik word daarin een van de grote namen genoemd, dus ik heb weinig reden van klagen. Maar liever was ik geen onderdeel geweest van de putlucht die uit dat stuk opstijgt. Die walm van quasi-beschaving, quasi-intellectualisme, kool, geit, boer en zijn hele gezin en liefst ook nog de blendende percelen sparende nietszeggendheid. Heumakers vindt niets en denkt niets. Zijn definitie van literatuur is een wandtegeltje voor de HAVO-brugklas. Het woord als kunst. Om aan te tonen dat hij nog wel bij de tijd is, schrijft een oude criticus dat de schrijver tegenwoordig een website heeft. Het ontbreekt er nog maar aan dat hij constateert dat sommige schrijvers tegenwoordig werken op iets dat een computer heet. De passieloosheid is stuitend. Dit is geen 50 tinten grijs, dit is 135.000 tinten grijs. En als u mij ergens op wilt vastpinden, heb ik er nog wel meer. Het doet mij allemaal denken aan de eerste recensie die ik ooit kreeg in Vrij Nederland. Die krant had de drukkerij nog niet verlaten of mijn uitgever belde. Champagne, caviar, Londen, Parijs, Monaco en Berlijn aan mijn voeten. Het duurde 2 dagen voordat VN Rotterdam bereikte, want opiniebladen worden, zoals u weet, per varkend rondgebracht. En dat duurt even. En toen ik dan eindelijk kon lezen wat er over mijn eerste boek werd geschreven, belde ik de uitgever. Ik begrijp het niet, zei ik. Wat begrijp je niet? Ik kan er geen taal aan vastknopen. Nergens staat goed, briljant of Harry Mouli zoek maar ander werk. Waarop mijn uitgever zei dat ze dat nooit doen. Dat je dus een beetje tussen de regels door moest lezen, maar dat dit toch een hele pagina was en dat iedereen dat heel positief vond. Een soort Kremlinologie dus, zei ik. Ja, riep mijn uitgever verheugd uit. En dat was het moment waarop ik weer aan Assen dacht, waar ik was opgegroeid, waar nooit iets gebeurde en niemand ergens een mening over had, omdat alles altijd toch wel weer overwaait. Maar nu is Assen opwindend. Assen is de wereld en de wereld is Assen. Straks wordt Arnold Heumakers nog de nieuwe burgemeester en is de NRC de nieuwe Drentse en Assen Courant. En moet ik, na 30 jaar, weer terug
als onze correspondent. De derde gast aan tafel vanmiddag, Ronald Gippert. Welkom. Lekker gegeten? Heerlijk gegeten, ja. Meteen ook een hele filosofie erachter hoe het moet smaken. En, Nou ja, je wereldbeeld wordt even op zijn kop gezet. Iets hartigs met chocola. Dan, vanaf nu zal ik altijd anders naar een coquille kijken. Nou, dat is mooi dat we dat hier vanmiddag even bewerkstelligd hebben. Ja, veel romans geschreven. Ik ook voor jou, Filijn. Sorry, Gip. Ik omhels je met 1000 armen. Maar ook boeken over koken. Ja. Troost. De Keukenprins. Eten, slapen. Drinken, slapen. Ja. Hoe groot is uw liefde voor de keuken en eten? Nou, dat valt wel mee. Ja? Ik wilde een boek gaan schrijven over waar Marcel het net over had. Over de hardheid van het literaire vak. Over hoe schrijvers elkaar in de haren kunnen zitten. Over de moeizame relatie tussen kritiek en schrijvers. En ik vertelde het aan mijn vrouw. Een boek over een schrijver die een boek schrijft over een schrijver die een boek schrijft over het schrijven. En dat vond ze heel erg saai. Ja, goh. En ik was toen te gast bij Pierre Wint. Pierre Wint, dat is die tv-kok, die kale hagenneepje. De Nederlandse Heston Bloementaal. Ja. En ik vertelde hem publiekelijk dat ik een boek aan het schrijven was over een schrijver, et cetera. En zei hij, ja, kikkie. Dat is in de gastronomie precies hetzelfde. Michelinsterren, ruzies tussen koks onderling. En toen dacht ik, hey, dat is... Ik ga een boek schrijven over een kok. En dan ga ik het eigenlijk hebben over mijn eigen vak. Dus over hoe schrijvers met elkaar omgaan. Mm-hmm. Maar dan, dus ik heb me verdiept in gastronomie, in horeca. Ik heb zelf ooit in mijn studententijd als kok gewerkt. Dus ik wist wel wat van koken. En kwam erachter dat het inderdaad een wereld is zoals alle werelden. Waar het gaat om machtsposities, om passie, om de strijd van het individu tegen de massa, et cetera. Dus waar het in de literatuur over gaat, gaat het ook over in de gastronomie. Is het een ontspannende manier van schrijven dan bijvoorbeeld een roman schrijven? Of is het ingewikkelder? Maakt niet uit. Nee. Kijk, de gastronomie is een overzichtelijk gebied. Er zijn je hebt vlees en vis. Je hebt groenten, er zijn wat bereidingswijzen, et cetera. Maar daarachter zitten allemaal mooie verhalen. Waar ik op een gegeven moment bij mijn zoektocht naar anekdotes op stuitte was... waren koks die voor vrouwen hebben gekookt. En die vrouwen hebben gebruikt als inspiratiebron. Er zijn heel veel gerechten ook vernoemd naar vrouwen. Nou, toen dit boek eenmaal verscheen... toen werd ik door de Volkskrant, de andere intellectuele krant van Nederland... gevraagd of ik stukken wilde schrijven over gastronomie. En dan niet vanuit mensen die heel veel kennis van zaken hebben... maar vanuit het perspectief van een schrijver... die ronddwaalt in die fascinerende wereld van ingrediënten en bereidingswijzen. Ja. En zodoende ben ik erin gerold. Later, Dat is Keukenprins geworden. En later werd ik door Johnny Boer en Sergio Herman... de twee, drie Michelin-koks in Nederland... gevraagd of ik bij hen allebei... zou willen werken een week om eens te kijken hoe dat was en een boek erover te maken. En dat is dit boek geworden. Dus ik heb het rare genoegen gehad om bij de beide beste chefs van Nederland te mogen werken. Om te zien hoe zij dat deden. Heerlijk. Ja. Ja. Nou ja, ook. Heerlijk. Het was keihard werk. Twee weken lang. Keihard werk. En ik dacht dat op 3 Michelinsterren niveau dat alles anders zou zijn dan... Dan bij normale restaurants of bij een 1-sterren-niveau. Dat de prullenbak dat een 3 Michelin-sterren prullenbak was. De diamanten afwerking. Bijvoorbeeld. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Het enige waar het om ging was kwaliteit, proeven, kwaliteit. Waar het natuurlijk bij Jaap ook om gaat. Mm-hmm. Maar daar moet alles, iedere molecuul op dat bord, daar moet over zijn nagedacht. En ik vond het fascinerend om daar te mogen rondlopen. Is eten een inspiratiebron? Op dat gebied wel, ja, zeker. En ik heb ook gezien... Kijk, Johnny Boer zit hier redelijk dichtbij, Zwolle, toch? De Libreien. Dat is hoewel zijn stijl van koken min of meer lijkt op die van Sergio Herman. Ik zal je een gerecht laten zien, dit soort gerechten. Dit is overigens, wat u hier ziet eruit als een oester
Het ziet eruit als een oester, maar het is foie gras. Dat is, dat is ook weer om je op het verkeerde been te zetten. Dat is eigenlijk wel hetzelfde waar het bij Jaap om gaat om chocola te koppelen aan zo'n kokkier. Hun stijlen van koken lijken erg op elkaar, maar hun stijl van werken is totaal anders. Johnny Boer is een soort vaderfiguur die in een hoek zit en kijkt hoe zijn jongens het doen. Dat aanstuurt en... mooi om te zien hoe hij zijn kennis weet over te brengen. Terwijl Sergio Herman, dat is een soort beest die voortdurend een zeeuw in zijn keuken staat. Godverdomme vent, wat werk jij? Wat werk jij? Beetje zoals Gordon Ramsay-achtig, maar dan op een veel sympathiekere manier. Ja. We stappen even af van de kookboeken, want je hebt ook twee boeken meegenomen die jou zelf inspireren, wat je favoriete boeken zijn. De Decameron van Giovanni Boccaccio, hij ligt daar, een hele dikke pil. Wie heeft hem gelezen? Allemaal. Een heel oud boek. Een heel oud boek, ja. maar waar gaat het over? Wat spreek je aan in dit boek? Dit boek is een... Nou, de middeleeuwen, dat is best oud. De middeleeuwen is best oud. Nee, het is... je zou kunnen zeggen dat het het eerste echte moderne boek is. Het gaat over... er is een ziekte in Italië, bij een Italiaanse stad. En jonge mensen die ontvluchten die ziekte... Die grijpen bij elkaar en die gaan elkaar verhalen vertellen over liefde. Het is een raamvertelling. En wat er nou zo modern aan is, is dat het tegen de keer is, tegen onze moraal. Wie dit boek leest, die zal gegrepen worden door het feit dat liefde altijd overwint en niet automatisch de starre regels. Het is een spraakmakend boek. Marjan Berger net een... Omstreden ook. Het gaat over liefde, over vreemdgaan. Heel lang geleden. En ik ben heel oud. Dus maar toch niet tot in de middeleeuwen, toch? Ja, ik heb het in Florence eigenlijk op band gehoord. Ik zat in het huis van, hoe heet die grote dinges? Over met Beatrice. Dante. Het huis van Dante, werd gezegd. En die toeristen renden er allemaal voorbij. Toen ben ik naar binnen gegaan. Toen heb ik Richard Burton een heel stuk... Uit Boccaccio. Nou, wat jij nou net voorlas, waar je het niet mocht afmaken omdat iedereen thuis niet kan lezen. Dat ging over vreemdgaan. Nou, dit boek zijn heel veel verhalen over vreemdgaan. Want dat is natuurlijk veel literatuur gaat over vreemdgaan, omdat het een onderwerp is wat ons heel erg kwaad maakt. Officieel gaat natuurlijk, wie is er als vreemd gegaan? Oké, okay. Twee mensen. Drie mensen. Dezelfde twee mensen die ook het boek hebben gelezen. ik zie een bepaalde lijn daarin. Maar het boek wordt ook omschreven als goddeloos, pornografisch. Heerlijk. Geestelijke worden als gierig, leugenachtig en losbandig beschreven. Nou, dat zijn ze ook. Maar dat maakt het boek zo bijzonder, zo mooi, zo leuk? Wat het boek mooi maakt is dat het ontzettend... Het is bijzonder geschreven, het taalgebruik is overweldigend. De thematiek noopt tot nadenken. En je kan er enorm om lachen. Ik heb vorig jaar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... heb ik passages uit het boek voorgelezen aan studenten. En de zaal ging plat. Ik lees natuurlijk uit mijn eigen werk ook wel voor. Ik vind het aangenaam als er om gelachen wordt. Maar het is dan een beetje vervelend om te achterkomen... dat een schrijver uit de middeleeuwen een zaal al plat krijgt met humor. Dus zo tijdloos is dit boek. Waar ben je zelf op dit moment mee bezig? Ik ben nu aan een roman bezig, getiteld Harem. Gaat over een fotograaf, speelt zich af in Stockholm. En hij woont in één huis met 5 vrouwen. Een wens? Nee, het is fictie. Oh. Niet stiekem, jaloersmakend misschien. Nou ja, het is waar de literatuur om bedoeld is... dat mensen vermaakt worden met wat ze lezen... en dat ze worden uitgedaagd om na te denken wat ze aan het lezen zijn. En... ik denk niet, het zou te simpel zijn om te zeggen dat schrijvers dingen opschrijven omdat ze het zelf zouden willen meemaken. Of, kijk, toen ik 17 was, toen schreef ik een verhaal over een ontzettend knappe jonge schrijver. Die bewierookt werd door meisjes die ook voortdurend in de rij stonden om hem ondermaagd te worden. Nou, dat was fictie. Wanneer komt het uit? Eind volgend jaar pas. Goed zo. Ronald Giphart, dank voor uw komst. Graag.
En dit was hem weer, Kolkende Taal. Alle boeken die vanmiddag zijn besproken, die vindt u natuurlijk terug in de bibliotheek in Assen. En ja, u heeft nog een paar maanden de tijd. Het kerstdiner zit ik dan aan te denken. U kunt natuurlijk even lekker experimenteren in de keuken. Alle boeken, allemaal kookboeken, die zijn natuurlijk te vinden in de bibliotheek. Dus ga even lekker aan de slag. Heel veel plezier erbij. U allemaal, heel hartelijk dank voor het komen. U thuis bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende Kolkende Taal. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sligro Assen.